allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik zou gisteren gaan werken en ik zou vandaag gaan werken, maar dat gaat niet helemaal door omdat ik 2 dagen al aan het overgeven ben en aan de scheid. Alles bij elkaar. Normaal gesproken is dat 1 keer eventjes goed over mijn huid gegaan en dan niks meer aan de hand. Maar nu is dat even anders. Ik heb mijn kop thee gezet en verder heb ik gisteren geprobeerd te eten en alles kwam er gewoon weer uit wat ik had. Dus ik ga vandaag proberen niks te eten. Vanavond kijken hoe het gaat om een soepje te eten met wat brood of zo. En nu gewoon aan een kop thee. Ik ben ondertussen bezig met een medicatieopleiding voor Aafje. Ik moet namelijk laten zien dat ik het kan bij Aafje. Dus dat betekent dat ik dus mijn opleiding zeg maar een soort van opnieuw moet doen. Tenminste, een toets moet afleggen om te laten zien dat het lukt. Dus ik ben nu in alle rust wat aantekeningen aan het maken. En hopen dat ik het een beetje ga snappen. Ik heb natuurlijk in het verleden met het behalen van mijn medicatietoets, heb ik er 15 keer over gedaan. Ik hoop dat dat nu niet zo is. Dus het is een beetje hopen dat alles goed gaat. Maar goed, we gaan het meemaken. Ik ben even geswitcht van pen, want ik had zo'n dikke pen. Maar dat schrijft echt niet lekker, tenminste vind ik. Dus ik ben geswitcht. Ik ga lekker meteen iets drinken. Hier maar even proberen een beetje op te focussen. Uiteraard niet de hele dag, maar ik wil er wel wat uurtjes aan zitten. Dus ja, niet helemaal lekker. Ik heb eigenlijk de instelling om vandaag gewoon weer te gaan werken, maar ik heb vannacht nog heel veel overgegeven en ik was niet lekker vannacht. Dus ik dacht vanmorgen, weet je, dit gaat hem niet worden. Alles wat ik at, kwam er gewoon weer uit. Maar goed, ik ga me hier maar eens op storten. Oké, goed. Ik heb letterlijk niks te doen en ik wilde wat meer losse vlogjes gaan uploaden. En aangezien er vandaag en gisteren niet heel veel gebeurd is, nog steeds niet helemaal lekker ben, dacht ik, ik heb een leuk idee. Ik ben namelijk met Ash aan het bellen. En ik dacht, weet je wat, ik ga Ash over het internet laten struinen. En mij de meest random, rare, gekke vragen stellen waar ik gewoon antwoord op ga geven. Dus het is wachten tot Ash ready is en kunnen we gaan beginnen. Ready? Ik ga het goed aan. Ja, nou ga je gang. Stel maar. Godverdomme. Even kijken. Maakt niet uit. Stel alles. Alles? Ja. Hoe zou je jezelf in 1 zin omschrijven? In 1 zin? In 1 zin. Hoe zou ik mezelf in 1 zin omschrijven? Een positief persoon, maar toch altijd wel een onzekere gedachte. Welke de 2 nog onhebbelijk gewoon heb je? 'S morgens als allereerste koffie zetten of koffie drinken, 1 van de 2. Dat is echt wel iets wat vast in mijn ritueel en routine en alles zit. Op zich mijn hele avond is op zich wel een ritueel. Ik doe alles stap voor stap 's avonds. Eigenlijk, ja. Nee, echt waar. Alles stap voor stap. Als ik iets vergeet, dan nee. Dan ben ik heb ik echt een rotavond. Nee, ja, eigenlijk mijn hele avond eigenlijk. Oké. Door, douche, klaar. Hey. Nee, nee, wat je ziet. Zijn er veel, zeg. Welke interesses heb je? En wat voor begrip? Ik weet niet wat ik zei. Wat voor interesses heb je? Maar in wat voor begrip? Als beroep, hobby, persoon, weet ik veel wat. Iets wat. Weet ik veel interesses, I don't know. Oh,
Wat interesseert je? Helemaal niks. Ja, dat denk ik. Ja. Ik weet het niet. Waar mijn interesses liggen, ik heb geen idee. Muziek, alles rondom muziek. Weet ik veel, ik heb werkelijk waar geen idee. Next. Nou, dat is heel interessant. Ja. Doe maar de next. Oh, je gaat niet zijn lastraak. Nee, zeg. Oh, hoe is het? Nee, dat vind ik heel... Wat was het? Nee. Nou, ik had er één, dus dan heb je maar de ruimte, dan kon ik het niet meer vinden. Nou, heeft er... Oh. Nee. Hé, waar is hij nou? Oh, hoe leuk is het om met jou samen te leven? Hoe leuk... Ik weet het niet. Ik weet niet of dat is een voor- of nadeel is. Maar ik denk dat ik wel een persoon, leuk persoon ben om mee samen te leven of te wonen of zo hoor. Ik ben heel makkelijk. Eigenlijk. Ik ben makkelijk. Ik ben best opgeruimd. Alhoewel ik ook wel een persoon ben die alles wegstopt en dan denkt dat het opgeruimd is. En vervolgens erachter komt en denkt, dat is niet opgeruimd. Maar goed, ik ben best wel een... Je zal bij mij niet snel dingetjes zo... in het eerste gezicht zien liggen. Misschien is er ergens ingestopt of zo. Verder, ik kook graag. Bij mij heb je goed eten, dus dat is sowieso wel een goed idee. Ik weet niet. Ik denk dat ik op zich wel een top persoon ben om mee samen te wonen. Ik laat veel toe. Een week willen ruilen? Met welke bekende Nederlander? Een hele week. Er staat Nederlander, maar ik kies iemand, zou ik zeggen. Nederlands, Amerikaans, Brits. Ik kies Belgisch. Iemand. Nou, dan weet ik al wie, denk ik. Dan weet ik sowieso al wie. Wie denk jij dat ik zou kiezen? Heb je een man of vrouw gekozen? Dan? Vrouw. Nee, Vlaams. Ja, maar dat kan het heel veel zijn. Nee, dat valt echt mee. Cammy. Pommelien. Wie denk je dat ik zou kiezen? Pommelien? Ja. Ik zeg Pommelien echt. Ik zou wel een week met Pommelien willen ruilen. Maar dan wel in de week dat zij aan het opnemen is voor Like Me. Het lijkt me heel tof om dat mee te maken, hoe dat is. Want het lijkt me heel hectisch. Haar leven lijkt me echt vet hectisch. Als je moet ruilen met een ander geslacht? Dan zou ik denk ik ruilen met of Francisco of Danny. Hey! Want de energie die Francisco heeft zou ik ook wel willen meemaken. Maar en het positief ingestelde, maar toch ook wel het relaxed denkende en het sportieve zijn van Danny. Lijkt me ook wel heel tof. Ook ze niemand te beleven hebben. Ik weet niet. Ik zou niet Maxime willen zijn, denk ik. Puur omdat ik waarschijnlijk dan niet verliefd word op mezelf of zo. Ik weet het niet. Nee, ik geen idee. Nee. Maar ik denk als mannelijk geslacht Danny of Francisco. En als vrouwelijk geslacht sowieso Pommelien. Nederlands artiest, nee. Karaktertrek bij anderen vind je irritant. Karaktertrek. Karaktertrek bij anderen. Ik denk het gelijk willen hebben of het beter willen weten of weten. Het gelijk willen hebben. En er alles aan doen om dat gelijk te krijgen. En ook al weten dat je geen gelijk hebt. Dat vind ik vet irritant. Dat is irritant. Ja, echt. Wat is je meest creatieve uitspatting? Creatieve uitspatting? Heb je dat ineens? Top. Ja, nu, dit. Ik noem dit heel creatief. Nee, ik denk mijn creatiefste uitspatting die ik ooit heb gehad is denk ik het beginnen van mijn YouTube kanaal. En het geduld ervoor blijven hebben. Dat verbaast me. Ik doe dit nu bijna 7 jaar, hè. Het staat nog op de eilanden. En ja, daarom. En
2,5 jaar later of zo, toen dacht ik bij mijn eigen jongens, ik zit hier nog steeds aan de 34 abonnees, bekijk het maar. Maar nu, het loopt nu, zit nu al gewoon over de 140 abonnees. Is nog steeds niet veel, maar ik vind het krap van mezelf dat ik dat heb doorgezet. En ik vind het nog steeds leuk. Ik voel me er creatief bij, ik kan doen wat ik wil. Ik kan me erin uiten. Ja, nee, eigenlijk dat wel. De start van mijn YouTube kanaal en het doorzetten ervan. Nooit samen kunnen leven. Ja. Weet ik dat? Met jou, denk ik? Ach, ouwe. Ik denk dat ik het met jou wel een week of twee of drie volhoud. Misschien een maand. Nou. Maar ik denk niet dat ik mijn leven lang met jou in één huis kan samenwonen. Nou, bedankt hè. Eerlijk waar. Nou, dat was het. Ik denk dat we elkaar gaan irriteren of zo aan de meest idiote dingen. En je hebt gewoon bij je eigen kamer, man. Ja, dat hoop je. Gewoon die deur op slot. Ja, dat is waar. Flikkeren. Gewoon voor een week. Gewoon zo'n kniek, weet je wel, die garage met die gordijntjes en zo. Ja. Kan gewoon zo'n pijn dichtdoen. Dat is een goed plan. Ja, maar jij kan koken en dan doe ik, wat doe ik dan? Ik doe geld uitgeven, ik touw alles. Oh. Jij kookt. Oh, dan hou ik het wel uit. Ja. Ik heb wel een tikje. Ja, dat is goed. Oké, volgende vraag. Die andere, wanneer verlies je controle zelfbeheersing? Als het niet gaat zoals ik wil dat het gaat. Sowieso, denk ik. Als iets, ik heb best veel geduld. Maar als iets op een gegeven moment niet lukt of niet gaat zoals ik wil. Of in mijn gedachten niet helemaal klopt. Dan ben ik ook wel een type dat denk ik wel regelmatig snel doorslaat. Of het leuk is of niet, denk ik. En kan ik dat delen? Kan ik dat niet delen? Ik weet het niet. Oh, mijn ogen. En wat lees je dan? Categorie? Weet ik niet eigenlijk. Ja, misschien, misschien heel erg kinderboeken, tienerboeken. Young adult. Ja. Ik ben niet de persoon die volwassenenboeken leest. Daar heb ik het geduld niet voor. Deze schrijver. Meer Mouse onder andere inderdaad. Ja. Dat heb ik. En ondertussen boeken van Catnet. Ja. Wat was die? Ik zal deze collectie. Nachtwacht, like me. Nachtwacht. Ik had je mee zien. Ja. Deze heb je ook. Oh my god. Ja, Jim Morrison. Morrison. Ja. Oh, die vind ik ook wel tof inderdaad. Nee, geen idee eigenlijk. Ja, heb jij? Ja, nu lees ik wel heel veel lifestyle boeken. Ik ben nu een boek aan het lezen dat heet Dear Good Morning. Fantasy is ook wel leuk om te lezen hoor. Nee, fantasy hou ik echt niet van. Nee, niks voor mij. Oké, next. Voor bedtijd, het is 9:30. Welke tv-serie weiger je te kijken? Teletubbies, Pieter Post, The Flash. Dat is geen tv-serie, dat is een Netflix-serie. Ja, dat mag wel ook. TV-serie. Ik weet ook nog wel een serie die jij weigert te kijken, maar ik kom maalmonster. Wat dan? Wat dan? Teen Wolf kijk ook niet. Dat weigert jij gewoon te kijken, hè? The Flash kijk ik ook niet. Alle series die jij kijkt, kijk ik niet, behalve like me. Flash, Teen Wolf, Gilmore Girls, Virgin River. Series. Pretty Little Liars kijk ik ook niet. Vampire Diaries. Nee, hè? Ja? Ja? Nee. Verdorie. Ik kijk heel veel niet. Eigenlijk. Nee, geen idee. Te veel. Die vraag ga ik je niet stellen, want dan zitten we hier morgen nog. Wat? Nee, zeg. Wat voor huisdier je allemaal had? Had. Vanaf baby tot nu. Dat ga ik niet antwoorden, want het is heel groot zin. Zet maar op het scherm dan als je gaat editen. Ja.
komt nu in beeld. En wachtrijmuziekje. Du, 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 du. Oké. Waar zou jij al je tijd voor brengen als dat mogelijk was? Wat? Waar zou jij al je tijd voor brengen als het mogelijk was? Waar ik mijn tijd door zou brengen? Niet hier in huis. Weet ik veel. Ik denk dat ik dan ergens in Ierland zou zitten, heb ik het idee. Ja. Ja? Ja, nou ja, of, maar op zich maakt het me dat niet zo uit als je maar gewoon met iemand bent die je lief hebt. Nee, snap je hem niet? Oké. Okay. Ja? Je snapt hem niet. Ja, ik snap het wel, maar wat moet ik daarop reageren dan? Dat had ik verwacht. Damn, wat een domper weer. Nou. Welk spel? Oh, ga maar verder. Nee, ik ben klaar. Oh, dacht ik nog wat gezegd. Nee hoor. Welke film zou je het liefst willen leven? Film willen leven? Of spel. Film, hè? Film. Ja. Oeh. Ik weet het alleen. Ik weet het ook. Tel eens. De Vijver. De vijver, de film. Laat me de rest van mijn leven gewoon met die vijf leven in film worden. Hel je? Ik zweer het je. Ik pak Wout af van anderen. Ik weet wel een film, maar dat is niet. De boek is leuker daarvan. Dus ik zou zeggen nee. Die film. Ik weet niet. After. Ja, maar die film is niet nee, leuk. Nee, ik zou niet in die film willen leven. Als het om het boek gaat wel. Ja, en het boek wel misschien inderdaad. Maar die film zou ik niet willen leven. Nou, die ene is wel knap, joh. Nou, maakt niet uit. Misschien. Misschien een klein stukje. Misschien een bepaalde scènes in de film. Die andere vindt dit film is heel te raar om te zeggen, dus dat ga ik niet doen. Misschien in bepaalde scènes in een film of zo. Dan zou ik After wel leuk vinden. Om in te leven. Waar? Ik ga het opzoeken. Nee, ik ga nog verder met de vraag. Oké, ik zou nog een vraag stellen. Ja, wat zou je toch moeten zonder ons? Rust. Oké, heb je nog een lip? Ik heb die film gevonden, maar het is wel raar. Dus dan kan je niet lezen. Dat moet je zien, maar dat kan je niet inzitten. Oké, nou, volgende vraag. Denk heel goed. Denk maar heel goed na. Ja, ik denk dat ik wel weet hoe wat. Oké, volgende vraag. Oh, hier! Oh nee, je bent niet. Wat? Als je van elke activiteit een Olympische sport zou kunnen maken, waar zit jij dan sowieso een medaille in behalen? Dat kan ik niet, dus geen probleem. Nee, geen idee. En ik? Ook niks. Helemaal niks? Nee. Oké, één vraag, want ik moet de KVS ook nog medicijnen geven. Laatste. Lucas? Ja, laatste. Nog eentje. Kom op. Wat zul je nooit nog eens doen? Nooit, nog eens. Nee, wat zou je nooit meer doen? Dat heb je één keer gedaan, dat doe je nooit meer. Steden. Steden, weet ik niet. Dat zou ik nooit meer doen. Ben je vroeger niet stelen? Jawel. Dat vroeg dan die zakjes in de winkel, die kruiszakjes. Die zeg ik altijd stelen. Ik weet niet waarom. Ik ook. We hebben nog nooit gesnapt. Nu wel. Nee, ik weet het niet. Volgens mij was het een C1000 of zo, nee, niet eens de Aldi. Ik weet het niet, nooit meer doen, geen idee. Nee, werkelijk. Nou, zeg nou even. Weet ik. Wat zijn de mensen aan jou? Raar. Ja, nee, gek, staat er. Gek. Ja. Ik ben niet gek, ik ben heel gewoon.
Oké, einde Q&A.